Vrijdag 20 mei alweer 2022. Ik ben Axel van BTC Direct en met niet de laatste video voor deze week. Want morgen ben ik er ook nog eventjes kort voor je, morgen in de avond. Dat heeft alles te maken met Bitcoin Pizza Day. Die is aanstaande. Aanstaande zondag is het zover, 22 mei. Enige echte super officiële Bitcoin Pizza Day. Hoe, wat, waarom, wanneer, daar ga ik je natuurlijk morgen over bijpraten. In ieder geval betekent het een hoop festiviteiten in Bitcoinland en daarbuiten. Zo ook meteen even een snelle reminder bij ons op de shop, shop.btcdirect.eu. Vind je hier linksboven de Bitcoin Pizza Day acties. En het zijn serieus een aantal goeie. Van alles dat we de komende week in de aanbieding hebben. Verschillende hele interessante boeken, ook wat leuke merchandise en ook verschillende hardware wallets. Om het zomaar eventjes op te noemen. Nou, neem daar in ieder geval vooral even een kijkje. Meer dan genoeg toffe dingen daar terug te vinden. Ga ik het voor vandaag wat dat betreft bij laten. We gaan gewoon direct weer door met de orde van de dag. En dat betekent natuurlijk verderop in deze video kijken naar de koersontwikkeling van Bitcoin. Maar allereerst van start met het meest verse nieuws uit de crypto sector. Met daarom vandaag de Ethereum Mainnet Merge staat nu gepland voor augustus. Ja, het wordt steeds concreter het hele verhaal. G7 landen die willen vaart gaan maken met wereldwijde crypto regulatie. Zorgt de val van Terra misschien wel voor een grote opschoning in de hele crypto sector. Die volgens verschillende in ieder geval broodnodig is. Luxe horlogemerk Tag Heuer gaat crypto accepteren voor hun online bestellingen. En het volume van Bitcoin bereikt in ieder geval weer het hoogste punt sinds 2011. Ruim 2 weken geleden dat de bonje begon. En dan bedoel ik de bonje rondom Terra, rondom UST, rondom Luna en eigenlijk alles wat daarmee te maken had. Met name UST, daar ging het mis. De stablecoin was dat van Terra. Dat stortte als een waar kaartenhuis ineen. Inmiddels dus 2 weken de tijd gehad om een beetje te gaan terugkijken op de hele situatie. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is dat verder ontwikkeld? En ja, wat vanaf dit moment, nu dat we dit een klein beetje achter de rug hebben, of in ieder geval die eerste 2 weken daarvan. Bijvoorbeeld gaan luisteren naar Mike McGlone, analist bij Bloomberg. Verwacht hij dat het voorlopig wel klaar is met stablecoins die gebruik maken van een algoritme dan in ieder geval. Het algoritme waarmee ook in het geval van UST natuurlijk de waarde altijd op $1 had moeten worden gehouden. Dat algoritme houdt eigenlijk in dat dat assets toevoegt aan de schatkist of juist verkoopt. Om dat dus allemaal in balans te gaan houden. Nou, reguliere stablecoins zoals bijvoorbeeld de Tether, die doen dat op een wat gemakkelijkere manier. Voor iedere token, iedere stablecoin die zij uitgeven, zorgen ze dat ze een $1 waarde ergens in een achterzak stoppen. Om die waarde dus te garanderen. Nou, dat blijkt tot nu toe in ieder geval de enige manier om het dus echt in stand te houden, hebben we hieruit geleerd. Nou, McGlone die zegt dat die gebeurtenissen van de afgelopen weken de cryptogemeenschap weer even op scherp hebben gezet. En misschien ook diezelfde cryptogemeenschap weer in staat gaan stellen om zich weer te gaan concentreren op waar het eigenlijk om draait volgens hem. Namelijk het transformeren van de huidige bestaande financiële sector. Nou, hij ziet die successen van en ook de interesse in al die risicovolle activa binnen de crypto sector ook steeds verder afnemen. En dit is daar misschien wel het laatste duwtje in de rug dat daarvoor nodig is geweest. Volgens hem zijn de Shiba Inus van deze wereld, maar ook de Doge en überhaupt het bestaan van meer dan 19.000 verschillende coins vandaag de dag. Kort gezegd gewoon belachelijk. De community moet zich echt weer gaan focussen op het bouwen van een nieuwe basis en het compleet transformeren dus van de financiële wereld. En deze recente gebeurtenissen die kunnen volgens hem die focus dus ook mogelijk weer gaan terugbrengen. Ook Gary Gensler, de voorzitter is dat van de Amerikaanse SEC, die verwacht dat de cryptosector nog wel meer van dit soort verhalen gaat maken. Nog wel meer cryptos gaat zien die naar nul gaan crashen. Consumenten kunnen daarbij geld verliezen, zegt hij. Dat zorgt uiteindelijk ook natuurlijk voor een ondermijning van het vertrouwen in crypto. Des te meer reden dus ook volgens hem voor de hele sector om weer meer op de kern te gaan focussen. Ondertussen groeit ook door deze uitspraak eigenlijk een beetje de zorg bij veel cryptopartijen dat die regelgeving nu wel eens zou kunnen gaan doorschieten. Vanuit bijvoorbeeld overheden en centrale banken, die hebben dit ook zien gebeuren. De roep om regelgeving wordt ook steeds luider vanuit die partijen. En dat zou dan uiteindelijk juist de innovatie weer in de weg kunnen gaan staan of het zelfs kunnen gaan inperken. Nou, dat is een beetje de zorg die hieruit voortvloeit. Maar eigenlijk zou dat ook een klein beetje in de richting kunnen gaan drukken. Dus van het weer focussen op de kern van de sector. Niet te veel exotische gekke producten daaromheen bouwen. Dat lijkt nu in ieder geval een beetje de tendens te worden rondom de nasleep van de UST gebeurtenissen. Nou,
Al met al dus, back to basic lijkt voor nu de way to go. En misschien ziet de markt dat eigenlijk ook al zo. Er is iets bijzonders aan de hand, namelijk als we even gaan kijken naar deze grafiek waarop het volume van Bitcoin zichtbaar is. De afgelopen dagen blijkt daaruit, niet alleen de afgelopen dagen, maar daar focussen we ons eerst even op, is er dus veel meer Bitcoin verstuurd direct dus op de blockchain dan de laatste maanden. De waarde van alle transacties die we daaraan hebben gezien in de afgelopen korte periode lag zo'n 70% hoger. En het gemiddelde transactievolume van de afgelopen week was 76% groter zelfs. Dus daar zit een enorme toename in. Daarmee is zelfs het hoogste punt weer bereikt sinds 2011. Er is nu op één dag meer dan 830.000 bitcoin op de blockchain verplaatst. Een van de hoogste pieken ooit gemeten is dat überhaupt. Nou, de laatste keer dat dus gebeurde, dat was in 2011, dat er dus 830.000 bitcoin aan betalingen werd verwerkt op de blockchain van bitcoin zelf. Dus daaruit blijkt dat die verschuiving dus nog maar misschien al een klein beetje bezig is. Nou, iets anders heel belangrijks dat hier ook nog bij opvalt is dat de fees op het bitcoin netwerk ondertussen lekker laag zijn en ook gewoon blijven. Kleine stijgingen hebben we de afgelopen tijd eventjes gezien. Dat had alles te maken met Binance, die een enorme batch transacties op de blockchain knikkerde. Zorgde voor zo'n 100 MB die ermee in beslag werd genomen. Nou, inmiddels is die mempool bijna leeg. Dat probleem lijkt ook opgelost. Maar zelfs tijdens die gebeurtenissen zie je dat die fee mooi laag blijft. Dat er dus ook bij de huidige enorme toename, in ieder geval van het dagelijks verschoven volume dus in bitcoin, die fee lekker laag en dus ook bruikbaar weten te houden. Dat is in ieder geval een groot verschil met de vorige pieken die we hebben gezien. De interesse is dus terug in bitcoin, zou je kunnen zeggen. Er wordt in ieder geval druk mee geschoven. En het netwerk kan het ook direct beter dan ooit handelen. Steeds meer reuring en beweging rondom de merge voor Ethereum. Want gisteren bespraken we nog dat het proof of stake op 8 juni moet gaan worden uitgerold. De merge dus moet gaan plaatsvinden op het testnet Robston. Dat testnet wordt niet alleen gebruikt door Ethereum developers, maar ook door derde partijen die gebruik maken van de Ethereum blockchain. Om daar dus een en ander op te testen. Belangrijk testnet, en daarop staat dus nu voor 8 juni die testovergang naar Ethereum 2.0 gepland. Maar ja, dat nieuws over dat testnet is voor de meeste investeerders ja, een klein beetje zoethoudertje, een klein beetje ver van je bedshow misschien, ook al betekent het toch zeer zeker wel het een en ander. Maar veel partijen vinden het inmiddels toch wel tijd geworden voor het echte werk. En Ethereum-ontwikkelaar Preston van Loan, die vertelde tijdens de permissionless conferentie dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de merge, de definitieve, uiteindelijke merge, waar dat dus allemaal om draait, binnen nu en 3 maanden gaat plaatsvinden. Maand augustus hebben we het dan eigenlijk over. Is ook geen toeval, want die maand heeft daarnaast nog een extra incentive voor zowel de developers als ook voor de miners op het netwerk om die merge toch maar eens daadwerkelijk door te gaan zetten. In die maand, aanstaande augustus, staat namelijk ook de difficulty bomb gepland. Is dus een soort stok achter de deur om ervoor te zorgen dat er wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van het netwerk. Want die bomb is een in de blockchain gecodeerd element, waardoor het hele netwerk opzettelijk, willens en wetens, dus flink wordt vertraagd. Dat is eigenlijk waar het op neer gaat komen. Nou, developers hebben daarom haast, maar ook voor de miners maakt het vanaf dat moment dat die difficulty bomb zou, spreekwoordelijk dan, ontploffen, aanzienlijk minder aantrekkelijk om dus op proof of work te blijven minen. De inkomsten die zullen daarmee echt flink gaan terugvallen. En dat moet er dus voor gaan zorgen dat deze ontwikkeling echt in een stroomversnelling gedrukt gaat worden. Nou, als die merge namelijk doorgang gaat vinden, dan gaat de nieuwe Beacon Chain ook echt gebruikt worden. Daarnaast staan er nog veel meer grote updates op het programma, maar dat moet er dus voor gaan zorgen dat de effecten van die difficulty bomb in ieder geval niet meer merkbaar zijn. Het netwerk gewoon maximaal kan blijven doordraaien. Een andere belangrijke update die vanaf dat moment ook kan gaan plaatsvinden en die ook uiteindelijk voor iedereen alleen maar positief kan gaan uitpakken, is het sharding verhaal. Want met die shardketens hoeven de nodes alleen nog maar gedeeltes eigenlijk van het hele netwerk, specifieke subsets, te gaan checken. En dat scheelt een heleboel tijd. Dat zou ervoor moeten gaan zorgen dat een en ander flink versneld gaat worden. De hardwarevereisten ook flink naar beneden gaan. En het hele netwerk dus echt aan alle kanten, met name ook in technisch opzicht, veel toegankelijker moet gaan worden. En die shard chains zijn eigenlijk, net als op elke andere blockchain, maar een soort specifiek gedeelte daarvan.
En daardoor hoef je dus niet meer de hele handel door dezelfde molen heen te halen, maar kan iedere partij een klein stukje van het geheel gaan verwerken. Nou, dat is dus ook nog een grote verbetering die eraan zit te komen, dat we ook met z'n allen flink op zitten te wachten. Hoop mooie dingen die er dus aan zitten te komen vanaf het moment dat die merch definitief gaat zijn. En dat wordt dus met de dag zo'n beetje wat concreter en definitiever. Lijkt erop dat we nu dus mogen gaan uitgaan van augustus. Ondertussen is crypto ook het gesprek van de dag op wereldeconomisch niveau. Want de G7-bijeenkomst die afgelopen woensdag is begonnen, loopt overigens tot en met vandaag, is een van de hoofdgespreksonderwerpen de cryptomarkt. Met daarnaast toch het herstel van de economie sinds de COVID-19-pandemie. Dat zijn in ieder geval twee van de hoofdlijnen waar dat er druk over wordt gesproken. En op deze G7-top zijn verschillende vertegenwoordigers bijeengekomen. Ministers van Financiën bijvoorbeeld, ook voorzitters van centrale banken uit in ieder geval de VS, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en de UK. Die daar dus met z'n allen gezellig aan het keuvelen zijn. Volatiliteit, je voelt hem al aankomen van de afgelopen weken, is in ieder geval volgens de topman van de Bank of France een wake-up call geweest. En volgens hem is het daarom meer dan ooit ook, zaak dat de wereldwijde toezichthouders met elkaar gaan praten en gezamenlijk met een flink pakket aan regels en wetten gaan komen. En dan hebben we natuurlijk de volatiliteit, waar dat ze hiermee ook op doelen, de situatie rondom UST. Die is zeer zeker ook in deze kontdraaien niet onopgemerkt gebleven. Daar maken ze zich toch ook best wel druk om op dat niveau. En daarom dat ze daar nu dus extra tijd voor uittrekken, eigenlijk om hier snel werk van te gaan maken. Ze zeggen ook, er is al een hele mooie basis gelegd met het hele MiCA-pakket. Daar moet dus wel echt snel opvolging aan gegeven gaan worden vanaf nu. Heeft dus ja, meer prioriteit dan ooit vanwege de grote bewegingen de afgelopen tijd. De UST viel natuurlijk de koppeling met de Amerikaanse dollar weg. En dat heeft dus al deze vertegenwoordigers aan het denken gezet. En die stellen dus ook dat nu echt in de praktijk is gebleken eigenlijk dat het internationale financiële systeem toch kan worden verstoord door dit soort projecten. Zolang ze niet consistent worden gereguleerd en gecontroleerd, zo zeggen ze het zelf. Ja, het lijkt er nu dus wel echt op. Het gaat al langer rond natuurlijk dat er op korte termijn, misschien zelfs echt op wereldwijde of zo'n beetje wereldwijde schaal, regelgeving aan zit te komen voor in ieder geval stablecoins. We hebben er weer eentje. Een mooi bedrijf dat we mogen toevoegen aan het lijstje van partijen die crypto accepteren als betaalmiddel. In dit geval gaat het om het luxe horlogemerk Tag Heuer. Een Zwitsers merk. Die hebben gisteren aangekondigd, het is echt nog vers van de pers, dat ze cryptobetalingen gaan accepteren. In ieder geval voor alle online aankopen in de VS waarvoor dat gaat gelden. Ze gaan dit doen in samenwerking met BitPay. Die gaat de verdere technische zaken en eigenlijk afhandeling op zich nemen. En ze gaan er ook voor zorgen dat er direct met maar liefst 12 verschillende crypto's afgerekend kan gaan worden in de webshop. Waaronder natuurlijk Bitcoin. Ook Ethereum, Doge, die staat ook in het lijstje. En nog een vijftal stablecoins, hopelijk dus geen UST die ze daarbij hebben meegenomen. Ze laten verder weten dat er voor het afrekenen in crypto's geen minimumbedrag is ingesteld. Dus dat kun je bij wijze van vanaf een euro al gaan doen. Niet dat ze daar iets verkopen van dat bedrag, maar toch. Maximaal bedrag, dat hebben ze dan wel ingesteld. Dat ligt op dit moment op $10.000 aan waarde in ieder geval per transactie dat je dus in crypto kunt aftikken. Het merk laat direct weten dat ze het hier niet bij gaan laten. Dit is eigenlijk nog maar het begin voor de veel grotere plannen die ze hebben met Web3 en met blockchain toepassingen. En ook NFT's wordt daar even terloops in genoemd. Ook daar zien ze dus nog markt in. Ook daar zullen ze waarschijnlijk op korte termijn mee aan de slag gaan. Waarom doen ze dit allemaal? Ook weer een goed bericht dat daarop volgt. Namelijk, ze zien het aantal klanten dat gebruik wil maken van cryptocurrencies flink toenemen. Zodanig zelfs dat ze daar volop in willen faciliteren, daarom deze stap al hebben gezet. En de hele crypto space, eigenlijk in de hele breedte zoals ze hem hebben benoemd, op korte termijn nog veel verder willen gaan toepassen. Qua nieuws genoeg te beleven, hoe zit dat dan met de waarde voor Bitcoin? Ga ik je nu verklappen in de koersen. Daarvoor gaan we zo meteen over naar tradingview.com. Eerst even naar deze mooie grafiek kijken van de Rational Root natuurlijk. Niemand minder dan de Rational Root zelfs. Daarop gaan we even het volgende bekijken, de realized price, oftewel de gemiddelde prijs die de bitcoiners op dit moment hebben betaald voor hun voorraden bitcoin. En dat is een belangrijk lijntje. We hebben al een aantal keer eerder gezien dat dat een belangrijk teken kan zijn, in ieder geval voor de prijsontwikkeling. Zo zien we dat hier in 2014, dat we een x-aantal dagen na de halving dus te maken hebben eigenlijk met het doorbreken, definitief doorzakken van die prijslijn.
waardoor dus een groot gedeelte van de markt onder hun gemiddelde inkoopprijs terecht gaat komen. En dat verandert de hele dynamiek dan ook direct in de markten. We hebben hier gezien daarna dat we ook een lange periode onder die lijn bewegen. En vanaf het moment dat we daar weer boven terechtkomen en het weer getest is, weer verder lekker omhoog gaan met de prijs. Zelfde beweging, zo'n beetje, die we hier zien rond 2018. Zelfde situatie, hier hebben we de realized price. Dan zien we ook dat we daar grofweg een jaar na dato hier dus doorheen zakken. Dan gaan we daar ook een periode onder bewegen. Dit betekent dus met name dat we dan even flink moeten gaan inleveren op de prijs voordat we daar weer bovenuit komen. En weer nieuwe hoogtepunten mogen gaan aantikken. En dan komen we dus bij de situatie op dit moment. 2022, dat we nog steeds leven. Daar zie je dat we wel op weg zijn. We hebben de weg naar beneden ingezet in ieder geval naar die lijn. We zitten ook bijna aan het einde van de periode waarin dit de vorige twee keer in ieder geval is gebeurd. Dat we er echt doorheen zakken. Zover is het nog niet. Maar die lijn, die begeeft zich rond de $24.000. Vandaar dat dat bedrag misschien ook wel vaker hoort of om de oren wordt geslagen, zelfs in de crypto sector, van gaan we daar wel of niet nog onder terechtkomen. Dit is een van de redenen waarom daar dus zo driftig over wordt gesproken. $24.000, dat zou op dit moment om en nabij de 24.000 de gemiddelde inkoopprijs zijn voor alle bitcoiners op het netwerk. Belangrijk om daar niet doorheen te zakken. Je ziet dat het dan even wat snel kan gaan. Belangrijke lijn dus die we graag vol willen houden. We zitten daar ook nog aardig boven. We zitten op dit moment weer iets boven de $30.000. We weten die lijn dus nog steeds vast te houden. Maar knoop in ieder geval in je oren dat daar nog een heel belangrijke lijn ligt die we de vorige twee keren ook zeer zeker niet hebben weten vast te houden. Dus het kan allemaal zomaar in de crypto. Vandaar even door naar WellTradingView.com. Laten we de weekcandle er nog even op na gaan slaan. Nou, dan zien we toch wel weer wat beweging omhoog. We hebben lager gezeten. We hebben het inmiddels in ieder geval weer voor elkaar om in die 30 tot 32.000 zone terecht te komen. Klinkt misschien wat positiever dan het is, want het blijft nog steeds ontzettend moeilijk. Het heeft er veel energie gekost om daarin terug te komen. Maar nu is het in ieder geval gelukt. We zitten een beetje aan de onderkant daarvan nog. Maar de eerste horde, het binnenkomen van deze belangrijke zone, die is in ieder geval weer gelukt. En daarmee zitten we weer een klein beetje op schema. In ieder geval op het redelijk grote plaatje, op de weekcandles dus. Voor het vasthouden van deze belangrijke zone. Sterker nog, stel we zouden de week hierboven gaan closen, is er in vergelijking met de vorige twee keer, grofweg twee keer dat we die zone opzochten, eigenlijk niets aan de hand. Nou, dat moeten we nog maar zien of dat het zo'n vaart gaat lopen. Maar voor nu zitten we er in ieder geval weer in. Dagcandles die laten hier zien hoe moeilijk dat is, hoe moeizaam dat gaat. Een aantal keren geprobeerd. Nou, aan de bovenkant van deze zone uitkomen, dat zit er al eventjes helemaal niet meer in. Daarom is deze eerste stap alweer een hele belangrijke in ieder geval. In die weg omhoog. In die weg naar het uitkomen boven die 32.000. En misschien, als we dan even heel ver vooruit gaan kijken, ook wel weer in het terugkomen van dit enorme opwaartse kanaal. Dat betekent wel dat we tegen die tijd een prijs moeten meenemen van een hele goede $39.000. Ja, het klinkt zo ontzettend lang geleden dat we daarop handelden. Valt eigenlijk wel mee, want 5 mei, goede twee weken geleden, was dat gewoon nog waarvoor een bitcoin verkocht kan worden. Nu even anders, maar dit zou de eerste stap zijn. Uiteindelijk hierboven terecht komen op weg naar weer soortgelijke niveaus. Voor de rest blijft het risico natuurlijk nog steeds levensgroot. Dat zie je hier, tegenstelling tot op die weekcandles, op die dagcandles, wel vrij goed. We zitten hier echt maar tegenaan, nipt ook nog. Die zon reikt helemaal tot de 20.000, blijft wat dat betreft gevaarlijk. Je ziet hier wel rond de 24.000 dat we daar dus nog de houvast hebben. We hebben net ook gezien bij de Rational Root. Waarom onder andere op dit moment? Nou, die heeft zich hier eind 2020 dus ook al opgeworpen als belangrijk gebied. Dat zou des te meer kracht kunnen geven daaraan. Maar laten we hopen dat we überhaupt niet terecht gaan komen. We hebben hier natuurlijk rond de 25 deze hele week al uitgespeeld. Dat hebben we toen vrij snel weer weten op te lossen. Weer weten vast te plakken hier aan de bovenkant. Maar mochten we het niet gaan redden, dat 24 en uiteindelijk 20 in de meest negatieve scenario's dan. Tijd voor weekend, maar dan toch net niet helemaal. Morgen ben ik er ook nog eventjes voor je met een korte weekend update. Dan ga ik ook nog wat leuks doen in de video. Natuurlijk alles te maken met de Bitcoin Pizza Day, die voor overmorgen dan weer aanstaande zondag dus op het programma staat. Zorg ervoor dat je er morgen bij bent, want dan hoef je misschien binnenkort eventjes niet te koken. Stille hint. Hoe dan ook, ga ontzettend genieten van deze vrijdagavond alvast van het weekend. Voor die beentjes omhoog, pak er een koud drankje bij. Ondertussen zou ik je helemaal hartstikke vrijblijvend, maar toch dwingend willen adviseren om even te subscriben op dit kanaal. We gaan weer lekker, we groeien lekker door.
Laten we dat vasthouden. Dan ben je er ook altijd als allereerste bij. Krijg je de laatste nieuwtjes natuurlijk als allereerste voorgeschoteld. En heb je er nou echt van genoten, dan mag je ook nog een duimpje omhoog achterlaten. Geniet er in ieder geval van. Ik spreek je morgen weer hier. Dus tot dan. Doeg!